Welkom bij alweer de derde aflevering van Intro TV. Ja, en zo'n introductieweek is best zwaar op je lichaam. Veel lopen, veel feesten, veel bier drinken. Jesse ging op de sportdag kijken of het een beetje goed gesteld was met de gezondheid van de student. We zijn vandaag bij de eerste sportdag. En we lezen natuurlijk steeds vaker hoe ongezond studenten wel niet leven. Dus wij gaan vandaag kijken hoe gezond de gemiddelde student is. Zijn we, we zijn aan het kijken naar een super spannende voetbalwedstrijd. En het is geel tegen de rest kleur. Hoe gezond leef jij eigenlijk? Nou, ik leef best wel gezond, vind ik. Ja, kun je een paar voorbeelden geven? Sport je? Ja, ik sport. Sport u? Badminton. En eet je ook een beetje gezond? Jawel. Wat ben je aan het doen? Klimmen. En hoe is dat? Tof. Ben je wel een beetje gezond zelf? Af en toe. Af en toe, soms ook niet. Soms ook niet, nee. Denk je dat je dik wordt als je gaat studeren? Nou, ik denk het niet. Als je zo blijft klimmen, niet natuurlijk. Ik zie dat je bier aan het drinken bent tijdens de sportdag. Leef je een beetje? Ja, ik leef hartstikke gezond. Studeer je al of ga je dit jaar studeren? Ik ga dit jaar studeren. En denk je dat je dik wordt als je gaat studeren? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk als ik erbij ga sporten dat ik wel een beetje een balans houd. Nou, concluderend kunnen we stellen dat de meeste studenten er niks aan doen om gezond te leven. Iedereen is dik en wordt steeds dikker. Dit was het. Doei. Naast de studenten die zich bezighouden met fysieke sporten, is er ook een hele groep studenten die zich bezighouden met denksporten. De filosofie-student. Ja, we staan hier in het pittoreske Kronenburg Park. En volgens betrouwbare bronnen vernomen dat hier een hele kudde filosofen is neergestreken. En dus ideaal moment voor ons om de filosoof te bestuderen naar natuurlijke habitat. Het is heel belangrijk dat we rustig blijven. We willen niet hebben dat de filosofen tegen ons gaan praten. Want ze kunnen je letterlijk binnen een half uur dood vervelen. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Als je goed kijkt, zie je dat de filosofen zijn neergestreken en ze zijn zich voorbereid aan het bereiden voor een heel belangrijk ritueel. Dit noemt men ook wel weerwolven en dit komt er eigenlijk op neer dat ze zich klaarmaken voor de bronst. Een heel bijzonder ritueel om te aanschouwen. Dat filosofen een heel curieus specimen zijn, ja, dat heeft geen verdere uitleg nodig. Maar wat we hier bijvoorbeeld aanschouwen is een heel mooi voorbeeld van het feit dat filosofen heel verstrooid zijn en weinig aandacht hebben voor de banale dingen in het leven. Hoe zet je een fiets goed neer? Hoe zet je een slot goed vast? En hoe ruim je rommel op? De filosoof heeft van nature geen flauw benul. De filosoof verzamelt zich in cirkels. Dit lijkt veel op de hippiecirkel van de aanverwante soort, maar het is duidelijk een ander proces. Het proces kent vele unieke gebaren. De mannetjes en vrouwtjes staan op om zichzelf te presenteren als geschikte partner. Tevens doen de volwassenen suggesties voor welke paren gevormd dienen te worden. Dit mannelijke individu wil graag 3 vrouwtjes scoren. Een beetje overmoedig wat ons betreft.
fantastisch om dit mee te mogen maken. Dit was een hele ervaring. Aangezien de filosoof toch een uitstervend ras is, bedreigde diersoort, en het sowieso moeilijk is om ze overdag tegen te komen, was het echt een heel bijzondere situatie om erbij te zijn. Ik zal ze nu met rust laten, zodat ze verder kunnen gaan met de brons. En ik denk dat we dat liever niet op camera willen hebben. Na al dat zware sporten, is het fysiek, is het mentaal? Heb je als student ook lekker wat te bikken nodig? Is het een frietje, is het een broodje, is het een deuner? Wat dan ook. Lorijn zocht uit waar je de beste hapjes kon scoren. In je eerste week in Nijmegen moet je natuurlijk een heleboel ontdekken. Zo ook waar je lekker kunt eten. En daarom hebben een heleboel cafés in Nijmegen speciale eetacties opgezet, zodat introkindjes en hun mentoren lekker voordelig kunnen eten. Ik ga voor jou die cafés opzoeken en kijken wat de beste acties zijn. Ik sta hier bij Tio Peppe, de stamkroeg van studentendispuut Faunus. En hier hebben ze elke dag in de introductieweek een actie waar je voor 7,50 onbeperkt een uur lang tapas kan eten. Het ziet er al goed uit. Nou, dan gaan we nu nog een stapje goedkoper. Ik sta namelijk bij de Van Buren en die hebben een intro-hap voor €6,50. Betaal je €5 voor het eten en €1,50 voor een drankje. Is wel een beetje een beperkte keuze, want je kan alleen maar uit deze drie gerechten kiezen. Maar ben je wel lekker goedkoop uit. Als je nou denkt, ja hoor eens, drie gerechten kiezen, daar doe ik niet aan. Kan je natuurlijk altijd gewoon voor hun normale menu kiezen. Want dan heb je een drie gangen menu voor €14. Nog steeds goedkoop lijkt me. Ook bij Café Toet houden ze wel voordelig. Je weet niet altijd precies wat je krijgt, want ze hebben elke avond een andere actie in samenwerking met een dispuut of vereniging. Maar je betaalt ook elke avond maar €6,50. Dus hou je wel een beetje een verrassing en wil je het goedkoop houden, ga maar een gokje wagen. Hier bij Café Lente hebben ze in samenwerking met dispuut Woeland ook een leuke actie. Je kan hier namelijk gaan wokken. Voor €7 en dan krijg je ook een gratis drankje bij. En mentoren zijn in groepjes van 4 gratis. Daarnaast hebben ze elke avond in samenwerking met een damesdispuut. Dit keer was het bijvoorbeeld Carmen, maar morgen kan het weer een andere zijn. Dus ik zeg, ga het uitproberen. En dan sta ik tenslotte bij de Drommei, waar ze een studentenmenu hebben met als hoofdgerecht een vlees- of visgerecht. Vooraf een stokbroodje met kruidenboter en je krijgt er diverse salades en weet ik veel wat bij. Nou, best wel veel eten dus voor een prijsje van €9,95. Wel een aanrader, het is hier altijd stomvol, dus vooraf reserveren is erg nodig. Mocht je nou denken, ik heb het helemaal gehad, ik heb geen inspiratie meer, dan kan je natuurlijk altijd nog naar de KFC. Het is weer tijd, de hoogste tijd, voor Luc. Nou, sommige mensen die haken al af na 2 dagen. Maar er is een hele groep mensen die wel dedicated is. En die waren bij Campus Kantus. De Campus Kantus. Nou, ik ben net van de redactie van Campus in Beeld naar de campus toegelopen. Omdat er hier een Campus Kantus is. En het enige wat ik weet van een Campus Kantus is dat je bier nodig hebt. En dat je moet kunnen zingen. Nou, ik heb bier, maar ik kan niet zingen. Waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Wat maakt een Kantus nou zo leuk? In de kroeg kan je toch ook gewoon zingen? Nou, maar dit laten we eerst vooropstellen dat dit niet is wat een Kantus hoort te zijn. Dit is meer een trots muziekfeest op het plein. Maar het is wel heel leuk. Het is wel heel leuk. Wat maakt een Kantus een echte Kantus? Dat er regels zijn dat je moet luisteren naar je tafelhoofd of naar de presidium, zoals dat dan mooi met een mooi woord heet. En ja, als jij dus niet meezingt, niet actieve inzet toont, dan moet je straffen ondergaan, zeg maar. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik een mooi
beleven samen. Maar vandaag beleef ik hem met jou. Met jou. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar er vandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Mand! Ik vind het ook gewoon fijn dat ze zeg maar niet te streng zijn. En dat jij bent 17 en je mag eigenlijk nog geen bier. Ben je daarom nuchter? Einde! Oh nee, jij wilt nog iets zeggen. Die wordt bezongen! Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit meer leven zou. Maar vandaag leef ik hem met jou. Met jou! Ik wist niet wat ik van een campuskans moest verwachten. Ik wist dat er bier zou zijn en ik wist dat er liedjes zouden zijn. Maar ja, het is eigenlijk ook best wel heel erg gezellig. Dus als je volgend jaar naar Nijmegen toe gaat, of als je volgend jaar mentorpapa wordt, of wat dan ook, ga gewoon even lekker naar de campuskans toe. Zing wat liedjes, drink wat bier en heb het naar je zin. Want dat heb ik vandaag ook gedaan. Dus. Wil jij net zo zat worden als Erik? Luister dan even onze tip top 3 van 024.nl. Op nummer 3, Call Me Maybe. Op nummer 2, Bamipo Dirty Disney. En op nummer 1, het intro-beestfeest. Nou, ik wens jullie veel feestplezier, fijne dagen, fijne intro en tot morgen.